Februari is CSGO maand bij Readies Gaming ter ere van het Intel Extreme Masters toernooi. En vandaag bouw ik met jullie één van de vier CSGO actiemodellen. Dit is de Master Guardian Edition en hij kost €699. Voor meer informatie over de CSGO actiemodellen en andere kortingen en het winnen van een Bowie Knife Tiger Tooth ter waarde van €200 kun je naar www.readiesgaming.nl/CSGO, link in de beschrijving. Tot zo. Yo gasten, een hele fijne woensdagochtend is het voor mij op dit moment in ieder geval. Voor jullie is het vrijdag volgens mij. Ter ere van het Intel Extreme Masters toernooi wat op dit moment plaatsvindt in Katowice in Polen. Mensen uit Polen, zeg even of ik het goed uitsprak. Is februari CSGO maand. Zoals ik in de intro zei, gaan we een PC'tje bouwen vandaag. Ik ga er niet langer omheen draaien. We gaan een Intel Extreme Master bouwen. Nee. Master Guardian. Het is te merken dat ik geen CSGO speel. We gaan een Readies Gamer Master Guardian Edition bouwen. De goedkoopste PC die meedoet aan de CSGO actie. Hij kost €699 en voor die prijs krijg je echt wel een hoop hardware. Ja, ik heb het net al genoemd. Dus ik ga je er niet nog een keer mee vervelen. PC bouwen begin ik altijd met ofwel de case prep ofwel de mobile prep. Het ligt er een beetje aan hoe de wind staat en waar ik zin in heb. Het is lang geleden dat we zo'n build video gedaan hebben. Ja. Met alleen ik, zeg maar. Oké, nou. Dat is even voor zover we de case hoeven te preppen. Dan gaan we naar het Mobo. En dan leg ik het Mobo op de doos. Trouwens, wat veel mensen doen. Vind ik wel grappig. Veel mensen gebruiken deze plastic zak om het moederbord op te leggen. Met natuurlijk de logica. Het is ook eigenlijk best logisch. Met natuurlijk de gedachte, plastic glijdt niet. Dus dan leg ik daar het moederbord op. Maar het grappige is dat deze antistatische zakken dus wel glijden aan de buitenkant. Dus dat weet ik niet. Uit. Mobo prep. Werkgeheugen, 8 gigabyte Kingston HyperX Fury Beast. 32 MHz. Het is een Intel chip, dus het zal toch niet veel boeien. Zo. AMD wel dan. Nou, bij AMD loopt de... Weet je wat de Infinity Fabric is? Je hebt zeg maar, je hebt de 5950X, hè. Even André flexen. De 5950X heeft eigenlijk 2 8-core CPU's. 2 chiplets van 8 cores. En die zijn met elkaar verbonden door de Infinity Fabric. En de Infinity Fabric loopt op dezelfde snelheid als je werkgeheugen. Dus hoe sneller je werkgeheugen is, hoe sneller die 2 chiplets met elkaar kunnen communiceren. En daar kun je dus echt performanceverschil bij merken. Daarom heb ik een RAM-kit van €500. 3800 MHz. Kas 14. Maar voordat jullie allemaal RAM-kits van €500 gaan aanschaffen, de Infinity Fabric capt een beetje op 1800 MHz. Dus als je werkgeheugen hebt van 3600 MHz, dan is het prima bij Ryzen. Mm-hmm. Ik heb het trouwens over Zen 3, hè? Dus Ryzen 5000. Dat was de i3. Dan, de SSD is een PNY Accelerate. Accelerate. Dan de koeler, Intel stokkoeler. Niks speciaals, maar €699. We moeten ergens besparen. En dat gebeurt onder andere op de koeler. En daarbij de i3 is niet bepaald een hete chip of zo. Intel koelers, grappig detail, hoef je dus alleen vast te klikken. Dus zo. En zo. Ik zie mensen, sterker nog, ik zie andere techtubers wel eens de koeler vastklikken en dan aan de knop draaien. Maar dat is om hem los te maken. Dus dat zou ik niet aanraden. En dat was hem. Mobo prep, ready, SSD'tje, processortje met koeler en 8 gig werkgeheugen. Dus hier zijn we klaar. Zo. IO Shield even installeren. Trouwens, ik zag laatst een video van dingen die mensen het vaakste vergeten, zeg maar, bij het bouwen van een PC. Moeten wij misschien ook eens doen. Dat is wel grappig, want wij weten dat natuurlijk het allerbeste, want we bouwen fucking veel PC's per dag. Dus er worden ook een hoop vergeten. Niet dat ze dan naar de klant gaan zo, hè. Ze worden wel gecontroleerd, maar goed. En een van de dingen die het vaakst vergeten werd, blijkbaar, is het IO Shield. Ik ben niet perfect, maar het IO Shield ben ik nog nooit vergeten. Nee, kan ik me niet voorstellen. Want als ik het Mobo erin leg, dan kijk ik altijd hier of er geen van, niet van die ijzeren pinnetjes die aan het IO Shield zitten, of die niet in de poort zitten. Dat gebeurt soms. Dus dat zou ik, nee, dat zou ik niet kunnen vergeten, denk ik. En jij? PC gebouwd, dus ik weet niet. Heb je maar één PC gebouwd? Ik heb maar één PC gebouwd. Je eigen. Ja. Zet die even in beeld. Hè? En dan kunnen de kijkers even zien dat dit jouw eerste beeld is. En jouw enige beeld ooit. Dat is echt wel sick hoor. Dat heb je echt wel netjes gedaan. Maar ja, als je de hele dag met mij samenwerkt, hè, weet je natuurlijk precies hoe het moet.
Trouwens, ik zie mensen vaak super panisch doen, hè, met het vasthouden van een moederbord en erin leggen. En, oh, dat is allemaal moeilijk. Je kunt hem gewoon bij de koeler pakken. Hè. Dat is echt super stevig. Kan eigenlijk niks fout gaan. Dus. Wat was de laatste dat je zo'n podcast? Ja, weet ik niet. Dat doen we echt nooit, hè? Volgens mij met de geblinddoek. Ja, de challenge. De geblinddoekte challenge. Ja, check de video. Ik heb blind een PC gebouwd. Dit is klaar. Ah, oké. Okay. Ik heb even een meeting. Doei. Welkom terug. Het was een lange meeting. We zijn ondertussen toch al een heel eindje in de middag. Ik heb alvast de kabels even gedaan. Off-camera, want dat vind ik altijd super saai om jullie te laten zien. En de voeding ingebouwd. Ook super saai. Maar wat wel leuk is, is de kaart inbouwen. En dat is een 1650. 4 gigabyte videogeheugen. En ja, in principe, het is een CSGO-PC. In CSGO haal je sowieso gewoon 144 fps of meer. Ligt natuurlijk ook aan je instellingen. Maar deze kaart is eigenlijk ook super capabel in alle games op Full HD. Als je niet per se op de allerhoogste instellingen wil spelen. En ja, dat maakt deze PC dus ook super geschikt als instap game PC. Oh, trouwens, hier is de kaart. Lekker klein. Compact. Ja, hij verbruikt natuurlijk niet super veel stroom. Dus er zit ook niet de ziekste koeling op of whatever. Maar dat is meer dan voldoende. Daar gaan we. GTX 1650. Hoppakee. En ik heb hier al een kabel gelegd, maar die heeft helemaal geen 8 pins. Of 6 pins. Dus die kan ik nog even gaan wegstoppen zo meteen. Wat heeft hij dan? Wat heeft hij dan? Oh, bedoel je waar de stroom vandaan komt? Ja. Ah, daar komt het PCI-slot kan ook 75 watt leveren. Maximaal. Ja. Ik vind hem mooi. Ik ga daar goed op, Micro ATX. Ik vind dat lekker compact. Geen verspilde ruimte. Precies goed. Ik raad dat sowieso, ook als je voor jezelf aan het kijken bent. Mensen hebben heel snel de neiging om voor ATX te gaan. Maar ATX is eigenlijk voor 90% van de mensen gewoon te groot. Daar heb je niks aan. Als je voor jezelf een beeld aan het plannen bent, denk gewoon eens heel even goed na. Heb ik het nodig, zo'n grote PC? Ga ik daar ooit nog meer dan een videokaart in plaatsen? Want als dat niet het geval is, Micro ATX. Waarom niet? Bespaart ruimte. Ziet er mooi uit. Lekker gevuld. Kijk eens. Very tidy. Very tidy. Dit heb ik van Dani geleerd. Dani zei laatst van iedereen doet hem zo. Maar het is eigenlijk veel makkelijker en mooier als je die ook gewoon hier in het midden pakt. En heeft hij eigenlijk wel gelijk aan. Lekker Dani. Eigenlijk moet ik dit niet zeggen, maar heel vaak als ik custom loop builds maak en zo, dan vraag ik Dani om het te cable managen. Dus ik val echt keihard door de mand nu. 3, 2, 1. Ik ging al meteen kijken of ik de aanknop verkeerd aan had gesloten. Epische b-roll in 3, 2, 1. Nou, hij is af, maar ik moet jullie iets bekennen. Ik speel helemaal geen CSGO. Maar wie dat wel doet, is Jeroen, onze collega van marketing. Fervent CSGO-speler en ook de bedenker van deze actie. Dus die gaan we eens even lekker deze PC laten testen. Wordt ondertussen vergezeld door Jeroen. Supergezellig. Jeroen speelt wel CSGO en is ook nog aanzienlijk goed. Goed. We kijken eerst even naar de framerate. Jeroen speelt nu op low, zoals alle pro's eigenlijk. Met Uber Shaders ingeschakeld en hij haalt rond de 200 fps. Nu 260, 250. Nou, hij speelt op een 240 Hz monitor, dus dat zit sowieso helemaal goed. Als je deze PC dus koopt, dan kun je die makkelijk pairen met een 144 Hz of zelfs een 240 Hz monitor. Hij speelt trouwens op de BenQ Zowie XL2540K. Die komt je misschien bekend voor uit de beste gear voor CSGO video van vorige week. Ook uit die beste gear voor CSGO video hebben we de SteelSeries Apex Pro, de Zowie EC2B en de HyperX Cloud Flight. Al die producten zijn in de aanbieding en bij aankoop van een van die producten maak je ook nog kans op een Bowie Knife Tiger Tooth ter waarde van 200 euro. Voor de mensen die dat niet weten, dat is een in-game skin. Je krijgt geen echt mes van ons. Bevalt het een beetje, Jeroen? Ja, is
speelt best lekker. Die muis is echt chill, moet ik zeggen. Ja, er is een reden dat... Zowie is eigenlijk helemaal niet zo'n super bekend merk. Maar in de pro e-sports scene, tenminste vooral bij CSGO, heb je eigenlijk maar drie populaire muizen. Dat zijn de G Pro Wireless, de AC2B, de Zowie. En welke nog? Jeroen? Die S2 volgens mij. Die Zowie S2 ook. Wat vind jij die headset ook zo fucking ik goed klinken? Ik vind die headset echt fucking chill. Ja. Ik vind het fijner dan mijn RTC. Ik was echt, wij waren van de geluidskwaliteit waren wij echt allemaal zo van, wow, joh. Als je kijkt wat die kost, volgens mij kost hij maar rond de 100 euro. Ja, hij is nu 120 in de aanbieding. Niks wat te zeggen. Ja, over die aanbiedingen gesproken. De monitor heeft 50 euro korting nu. De muis heeft 10 euro korting. Het toetsenbord heeft 25 euro korting uit mijn hoofd. De headset heeft ook 110 euro korting. 110 euro korting. De headset heeft ook 10 euro korting. Dit zijn allemaal Fascher's keuze. Deze dingen hebben we allemaal geselecteerd in samenwerking met een echte pro-speler. Fascher heet die. Zoek maar op, Team Ecstatic. Maar er staan ook superveel andere producten nog op die CSGO actiepagina. Ook wat goedkopere producten. Dus wees niet bang. Je hoeft niet per se een toetsenbord van 200 euro te kopen. We kijken nog heel even naar de hardware van de PC. De GPU is op dit moment 55 graden, helemaal prima. Wordt 70% gebruikt. Nou, CSGO is vooral CPU-bound, dus dat is normaal. De CPU wordt flink op zijn staart getrapt, 40%. Het werkgeheugen, we hebben maar 8 gig. En 8 gig, denk je misschien, dat is niet superveel. Maar we gebruiken op dit moment maar 6 gigabyte. Dus die 8 gigabyte die is meer dan voldoende. Ja, en we halen gewoon 200 fps. En we zijn ook nog de gameplay aan het opnemen nu. Dus er komt nog een klein beetje bij als je niet aan het opnemen bent. Goed, dit was alweer de ene laatste video uit de CSGO actieperiode van Redux Gaming. Volgende week komt de laatste video. Daarin laten we de beste settings zien voor CSGO, zodat je betere framerates krijgt, zodat je vijanden beter kan zien en zodat je één beter wordt. Dus vind je dat interessant? Vergeet niet te abonneren, dan mis je dat niet. Vond je het een leuke video? Drop dan even een likey en vergeet niet te abonneren als je nooit meer zo'n sappige video of zo'n sappige actie van Redux Gaming wilt missen. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende. Doei!